Als je in het centrum van Emmeloord loopt, kun je er niet omheen. Overal zie je bouwvakkers, hijskranen, cement dat wordt gestort en stenen die worden gestapeld. Wethouder Toon van Steen somt graag even voor ons op wat er allemaal gaat verrijzen. In Noorderpoort komen 47 appartementen, deels koop en huur. De Golfslag worden 106 woningen gerealiseerd. Hier achter ons daar verrijst de Schout. En daar komen 34 appartementen. En daarachter het Stadsbaken. En die voegt ook nog 41 woningen toe aan ons centrum. En dat zijn nog maar 3 van de 9 woningbouwprojecten in het centrum waaraan momenteel wordt gewerkt of die nog in de pijplijn zitten. Op de Paardenmarkt komen bijvoorbeeld nog 16 woningen in de Smederij. En woningcorporatie Mercatus gaat er 59 huurappartementen realiseren. Het lijkt wel alsof alles in één keer de grond uit wordt gestampt. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, dat heeft natuurlijk een beetje met het voortraject te maken. We hebben het open planproces doorlopen waarmee onze inwoners hebben kunnen meebeslissen van wat willen we nou echt gaan doen met het stadshart. En toen die plannen gereed zijn gekomen, dan komt er na de ontwikkelingsfase. Vandaar dat er heel veel tegelijkertijd wordt gerealiseerd nu in Emmeloord. Toch bestaat over sommige plannen ook nog grote onzekerheid. Want door zienswijzes en een rechtszaak is het bijvoorbeeld nog maar de vraag of de appartementencomplexen Het Rondeel en De Kroon echt doorgaan. Maar de woningen in de Golfslag, waarover ook lange tijd onduidelijkheid bestond, komen er nu wel, zegt wethouder Van Steen. Nou, we kunnen achter ons zien dat ze zijn begonnen. En we hopen ook dat ze zo snel mogelijk die 106 appartementen gaan realiseren. Bij 2 complexen draait het niet alleen om wonen, maar ook om winkelen. Want onder de appartementen Noorderpoort en De Schout komen commerciële ruimtes. Dat betekent dat het aantal vierkante meters aan winkeloppervlak in het centrum groter wordt. Vraag is of dat wel verstandig is, gezien de leegstand in de bestaande winkelstraat. Wat betreft de leegstand in de Langenering doet ons stadshart het gewoon heel goed als we naar de landelijke trends kijken. We hebben procentueel eigenlijk heel weinig leegstand in Emmeloord. U bent niet bang voor extra leegstand in het centrum van Emmeloord als er extra commerciële ruimtes worden toegevoegd? Nee, wij zijn niet bang voor extra leegstand. We denken dat het toevoegen van deze supermarkt aan het stadshart juist bijdraagt aan het bruisen van het stadshart. De eerste appartementen die nu worden opgeleverd zijn die van Noorderpoort aan de noordzijde. Dat gebeurt waarschijnlijk in september.